En dan nu? Een geluid voor solidariteit, een geluid tegen toenemende vreemdelingenhaat en een geluid voor vrijheid van beweging. Hallo kijkers. Je zou willen dat je met een druk op de knop de wereld zou kunnen verbeteren. Zaterdag 21 november 2015 was er een demonstratie in Nijmegen. Een welkom voor de vluchtelingen, voor een gastvrij Nijmegen. Hippie ben ik nooit geweest, daarvoor ben ik te laat geboren. Het demonstreren voor een betere wereld begon bij mij in de jaren 80. Tijdens de Pearson-demonstraties merkte ik voor het eerst dat je met de voeten kunt stemmen. Hoe meer mensen hun stem laten horen en hun gezicht laten zien, hoe beter. Toen kwamen de anti-kernwapendemonstraties, etcetera, etcetera. Ik heb niet bijgehouden hoeveel demo's ik ondertussen al gehad heb. De laatste jaren zakte het een beetje weg. Tot vandaag. Het doet me dan ook deugd om te zien hoe divers de samenstelling van de demonstranten was en ik moet zeggen, het was een goed georganiseerde demonstratie. Inhoudelijk goede sprekers in het Nederlands, Engels en in het Arabisch. Niemand gaat voor zijn plezier huis en haard, familie en vrienden verlaten. Het gaat om mensen die vluchten voor oorlog en ellende. Als ontwerper mag ik oplossingen bedenken. Dan verplaats ik me in de ander. Ik zou nooit van zijn leven met ze willen ruilen en ik hoop dat ik dat ook nooit hoef te doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Click here to save the world.com. Eens even kijken.